Wat is er met Sam Larsson aan de hand? Ja, die jongen die. Je ziet dan omdat hij het vertrouwen heeft. Hè? Dat hij het doelpunt hem goed hebben gedaan in de competitie. En... Maar hoe structureel zal dit vertrouwen zijn? Nou, ik denk dat het vanuit de trainer komt. Als je naar de trainer luistert in de interviews na de wedstrijd, hoor je dat de trainer wel echt vertrouwen in hem heeft. En dat hij elke zegt van die jongen kan echt wel voetballen, maar die jongen moet even zichzelf geloven. Moeten we lekker eens acties maken. En nu die een paar doelpunten heeft gemaakt en een goede wedstrijd heeft gespeeld, dan zie je dat hij het ook kan op een ander niveau, op een hoger niveau, tegen een betere tegenstander. En ik vind het fantastisch om te zien, want ik ken Sam Larsson van Heerenveen, die echt ongelofelijke dingen deed. Die maakte prachtige acties, mooie assists, prachtige goals. Die jongen die kan echt wel voetballen. Maar A, je moet hem natuurlijk ook in stelling brengen. En B, de jongen natuurlijk fouten laten maken. Iedereen maakt fouten, ja. Vooral aanvallers. En daar weten wij natuurlijk alles van. Ja, maar ik vind dat, en dat roep ik al 2 jaar. En ik ben uitgelachen hier door iedereen die hier kwam, maar door allerlei mensen. Ga je nu over het systeem beginnen? Nou, het gaat meer om hoe Larsson aan de bal komt en hoe hij speelt. Als je Larsson de volgende wedstrijd weer, als je die links aan de buitenkant gaat zetten, je laat hem aan de lijn plakken, dan zegt iedereen, dat was helemaal kut vandaag met Larsson, dat gaat hem niet worden. Ja. Maar als je hem zo laat spelen, waarin hij een meer vrijere rol krijgt, waarin hij naar binnen mag komen, waarin hij spelers kan uitspelen of tegenstanders kan uitspelen, hij kan onderweg zijn, dat is Larsson van Heerenveen en dat is zijn kwaliteit. Maar